Breda Nu. Je weet het meteen. Marianne de Bie, wethouder cultuur, opent de eerste stadsdeelbibliotheek. Deze voormalige bibliotheek in de Haagse Beemden is volledig verbouwd en is onderdeel van de transitie Bibliotheek van de Toekomst. Een hoop bibliotheken in Breda zijn of worden gesloten. Waarom wordt deze stadsbibliotheek geopend? Nou, deze stadsbibliotheek was eigenlijk al open, maar het is een onderdeel van een groter geheel. Wij gaan in Breda het anders doen. We gaan onze bibliotheek eigenlijk aanpassen aan wat de mensen nu van ons verlangen. Dus bijvoorbeeld alle schoolboeken brengen we naar de scholen toe. Als je bij ons weet wat je wil vinden, dan bestel je digitaal en dan haal je het op de haal- en brengpunten. Wil je komen snuffelen, dan hebben we 3 grote bibliotheken in Breda waarvan dit één van is. Nou, we willen graag een stadsdeelbibliotheek voor Noord en een stadsdeelbibliotheek voor Zuid. En dan hebben we natuurlijk nog de grote bibliotheek in de Molenstraat. En dit was een prachtige plek waar we ook al zaten. Ruim, licht. En hier hebben we dus de nieuwe bibliotheek ingericht. Ja, deze bibliotheek is eigenlijk voor heel Noord. En dan komt er ook een vergelijkbare bibliotheek voor Zuid. Ook opnieuw modern ingericht. En dat wordt de huidige bibliotheek aan de Allerheiligenweg. Mensen hebben altijd behoefte aan lezen, informatie krijgen, dat blijft. Alleen, het is enorm veranderd waar je die het beste kan krijgen. En daarom proberen wij, zoals je ook hier ziet, niet alle boeken in rekken te zetten, maar juist te ordenen, wat eigenlijk supermarkten ook doen, naar wat mensen interessant vinden. Bijvoorbeeld reizen, bijvoorbeeld hobby's. En dan is onze ervaring dat mensen, ook al hebben ze steeds minder tijd om te zoeken, als je ze een handje helpt door te zeggen, kijk, dit hebben wij gewoon in huis, dat mensen nog steeds heel interessant vinden om te blijven lezen en zich te informeren en eigenlijk ook te verrijken in het leven. Uniek is dat hij eigenlijk voor het stadsdeel Noord een collectie boeken en tijdschriften en kranten heeft die waarvan wij denken dat de mensen in Noord daarop zitten te wachten. En het ook erg leuk vinden om dat bij ons uit te lenen. En hebben ze opmerkingen of kritiek en horen we dat graag, dan passen we onze collectie daar graag op aan. Dus wat mij betreft is de bibliotheek geopend.